allemaal, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag de Power of Makeup video voor jullie. Die wilde ik al heel erg lang doen. Ik heb ook ooit een foto geplaatst op Instagram waarbij ik de helft van mijn gezicht had opgemaakt. Maar ik heb die video nooit gemaakt, terwijl ik het wel leuk vond. Alleen de hype was toen al een beetje voorbij, dus ik dacht ik laat het maar zitten. Maar toen zag ik dat Sarah Rebecca hem deed en ik vond het echt een hartstikke leuke video bij haar. Dus ik dacht ik ga hem zelf ook doen. Het idee is bedacht door Nikki Tutorials, zoals velen van jullie wel zouden weten. En het gaat een beetje over dat zoveel mensen nare opmerkingen krijgen over het dragen van make-up. En dit is een soort van tegenbeweging van het maakt me niet uit dat jullie, wat jullie vinden. Ik draag lekker make-up wanneer ik het wil. Dus ik ga gewoon een beetje kletsen tijdens deze video. En ik zal alle producten gewoon lekker in de beschrijving neerzetten. Zodat als ik iets vergeet te noemen, dat jullie het dan terug kunnen vinden. En laten we dan maar meteen gaan beginnen. Om in de Nikki Tutorials sfeer te blijven, ga ik de Nivea Aftershave Balm van voor mannen gebruiken. Ik heb heel veel van haar video's gekeken waarin ze deze gebruikt. En ze zei er zoveel positieve dingen over dat het echt een geweldige primer is. Waarschijnlijk hebben jullie het ook wel gehoord. Ondertussen hebben heel veel andere YouTubers deze trend overgenomen. En het blijkbaar zit er een ingrediënt in wat ervoor zorgt dat producten er tegenaan blijven plakken. En daardoor zou je make-up dus goed blijven zitten. Ik heb hem ergens begin januari gekocht. En ik heb hem nu best wel veel al gedragen. Ik draag hem eigenlijk bijna elke dag. En ik vind het echt een heel erg fijn product. Je merkt ook echt dat je make-up langer blijft zitten. En vooral ook mooier blijft zitten. Je moet een beetje eroverheen wrijven. En na een tijdje voelt het plakkerig. En dan kan je je foundation opdoen. Oh shit, nu heb ik het over de hele allebei mijn kant van mijn gezicht gesmeerd. Ik zag mensen dit doen en toen dacht ik echt hoe achterlijk ben je. Je gaat op de Power of Makeup video opnemen. Maar oké, op zich maakt het niet uit. Dit is ook een soort van balsem. Ik ga de foundation echt alleen aan die kant opsmeren. Jezus, wat dom. Oké, ik gebruik de L'Oreal True Match Foundation in de lichtste kleur. Omdat ik super bleek ben doordat het winter is. Ik krijg zelf best wat opmerkingen over van waarom ik make-up draag en zo. Omdat mensen vinden dat ik het niet nodig heb. En ik weet niet, ik vind het aan de ene kant wel vervelend. Aan de andere kant snap ik het ook wel. Want in mijn omgeving draagt niemand echt veel make-up. De meeste meisjes dragen gewoon een beetje mascara's of soms wat eyeliner. Maar ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. En dat snappen ook heel weinig mensen. Dat ik het echt als een soort van hobby zie. Ik ga nu trouwens de Collection Concealer aanbrengen. Maar ik vind het echt, ik zie het echt als hobby. En ik vind het ook een soort van kunst als je dan leuke ooglooks gaat bedenken. En sommige make-up artists kunnen zulke gave dingen doen. En dat vind ik gewoon echt een, ja, een soort vorm van kunst. En niet dat mijn ooglooks kunst zijn, want zo goed ben ik natuurlijk niet. Maar het is meer, ja, het wordt heel erg niet begrepen of zo dat ik het leuk vind. En dat ik er ook zoveel geld aan uitgeef. Want al mijn loon ongeveer gaat uit naar make-up en spaar ik om dure producten te kunnen kopen. Omdat ik daar heel erg blij van word. Maar andere mensen zien niet van, zien dat niet als iets logisch dat je blij kan worden van make-up of zo. Maar ja, ik heb dat persoonlijk wel. Dus dan denk ik ook altijd van ja, laat me lekker, weet je wel. Ik geef mijn geld daar graag aan uit en het is mijn geld, dus mag ik. Ik krijg dan ook wel eens bijvoorbeeld reacties op video's dat ik van hoeveel geld ik wel niet heb uitgegeven in een shoplog of zo. Dan denk ik echt van ja, maar weet je, ik ben er toch blij mee, wat maakt het uit? Ik weet ook niet of het negatief bedoeld is of zo, of dat iemand gewoon weer een beetje geschokt is. Maar ja, ik weet ook nooit zo goed wat ik kan moet met dat soort reacties. De basis van mijn gezicht zit erop. Ik gebruik nooit super veel. Omdat ik op zich een best egale huid heb. Ik heb het wel heel erg gewallen. Vandaar dat ik graag concealer draag. Maar nu ga ik door met mijn wenkbrauwen. En die vind ik best wel leuk de laatste tijd om echt dik aan te zetten. Ik heb al nieuwe producten gekocht. Dus ik ga jullie een beetje laten zien hoe ik dit nu elke dag doe. En ik begin met de Anastasia Brow Wiz. Je wenkbrauwen doen is de laatste tijd echt zo'n trend. En iedereen is er echt heel enthousiast over om echt perfecte wenkbrauwen te hebben. Maar ik deed er nooit echt aan mee. Weet je, ik ben prima tevreden met de vorm van mijn wenkbrauw. Maar ik weet niet, ik dacht niet echt dat ik de beste wenkbrauwen ever zou kunnen hebben. Maar ik ben laatst echt bezig om het beter en beter te maken. Ik vind het ook echt leuk om te doen. En ik gebruik nu wat meer producten. En als ze dan echt een dagje vet goed zitten, dan word ik ook echt blij. Het is misschien heel stom, maar als je beter wordt in dingen die je eerst niet kon. Bijvoorbeeld eyeliner, toen ik er net mee begon, was het zo'n drama. En nu doe ik het super snel. Dat voelt dan echt goed, dat je dan je skills een beetje hebt verbeterd. Ik heb nu eerst de lijnen een beetje getekend van mijn wenkbrauw met de Anastasia Brow Wiz. Ik ga nu door met de Anastasia Dip Pomade. En dat is allebei in de kleur taupe. En die gebruik ik nu om het in te vullen. Ik
ga er nu nog even overheen met de poeder van Catrice. En als jullie trouwens een wat meer in-depth brow routine willen zien, moet je dat gewoon even achterlaten in de reacties. Want ik dacht altijd in dat soort video's, ja, ik doe er toch niet zoveel aan. Maar tegenwoordig gebruik ik dus nu wat meer producten en probeer ik het te verbeteren. En dan is het misschien wel leuk om zo'n video te maken. Maar dat moeten jullie dan maar gewoon even achterlaten. Maar zoals ik al zei in het begin, dacht ik weer aan het maken van deze video door Sarah Rebecca. Moest ik ook denken aan, weet je, waardoor Nikki Tutorials ermee begonnen is. Dat er zo naar wordt gereageerd op dit soort, ja, gewoon op het dragen van make-up. En ik vind het ook zoveel onzin. En toen moest ik ook denken aan hoeveel negatieve reacties mensen tegenwoordig krijgen. Omdat er zoveel dingen online worden gegooid. Een beetje met foto's en natuurlijk met YouTube zelf. Dat iedereen altijd maar gewoon zijn mening overal over geeft. En ook het gevoel heeft dat iedereen zijn mening maar moet geven. Terwijl je hoeft niet al je negatieve gedachten ook uit te spreken. Weet je wel? Mensen worden daar niet blij van. En ik moest, voor Nederland moet ik binnenkort een spreekwoord geven. En dat moet een beetje over een maatschappelijk probleem gaan. En toen dacht ik dus, ik ga het probleem internetpesten gebruiken. Want ik zie het zoveel gebeuren, gewoon door hele bekende YouTubers, vooral op hun Instagram. Als je gewoon kijkt bij, weet ik veel, Tesco of zo, hoeveel nare reacties zij krijgt. Echt ook om niets. En dan denk ik van, waarom doen mensen dit? Weet je, hou het lekker voor je. En mensen hebben ook gewoon geen idee meer wat voor impact het heeft tegenwoordig. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar Nikki Tutorials, die dit idee van deze video heeft bedacht. Mensen reageren zo naar op haar en zoveel lelijke dingen zeggen ze er tegen haar over dat ze dik is of zo. En denk ik echt van, laat haar lekker met rust. Weet je, haar video gaat over de make-up en dat kan ze echt geweldig. Waarom moet je hier opmerking over maken? En ik vind het ook best wel knap hoe al die grote YouTubers daarmee dealen, want die krijgen zoveel shit over hun heen. Natuurlijk kan je altijd zeggen van, oh, ik trek me er niks van aan en zo. En dat kan ook tot een bepaalde hoogte zeker. Maar ik merk zelf ook al, weet je, ik krijg nauwelijks negatieve reacties. Al merk ik de laatste tijd sinds ik wat meer groei dat ook wat de negatieve comments groeien. Maar dat hoeveel positieve reacties je ook krijgt, de negatieve reacties blijf je toch meer bij of zo. Omdat je dan dacht van, nou ja, weet je, niet iedereen vond het leuk. En aan de ene kant denk ik dan van, oh, hoe kan ik mezelf verbeteren? Maar aan de andere kant, ja, het spookt ook een beetje door je hoofd. Natuurlijk probeer je dat uit te zetten en te negeren. Maar dat gaat echt niet altijd even makkelijk als mensen zeggen van, oh ja, weet je, vergeet het en het is klaar. Maar ik vind het daarom echt wel een interessant onderwerp om die spreekwoord over te houden. En ik vind het, ben ook best wel benieuwd of jullie er wel eens mee te maken gehad hebben. En weet je, internetpesten is natuurlijk niet alleen maar negatieve reacties op video's of Instagram. Het is ook gewoon echt pesten, weet je, mensen die je kent, die je, weet ik veel, gênante foto's doorsturen dat je liever niet wilde. En mensen uit je klas die, weet ik veel, nare dingen zeggen via WhatsApp. Het kan zoveel vormen aannemen. En ik vind het dus heel erg interessant om daar nu meer over te weten, omdat ik mijn spreekwoord erover hou. Dus als je misschien iets hebt van informatie of iets wat jou is overkomen, dan zou ik het echt heel erg leuk vinden als je dat hieronder reageert. Omdat ik het dan misschien kan gebruiken om in mijn spreekwoord te vertellen, zodat ik de ogen van mijn klasgenoten hiermee een beetje kan openen. Omdat heel veel mensen volgens mij niet eens doorhebben wat voor negatieve dingen er allemaal gebeuren op het internet. Terwijl het internet is echt geen leuke plek meer eigenlijk. Je moet echt wel een soort van ergens tegen kunnen om je tegenwoordig zo open te stellen. Want mensen die zelf gewoon, in ieder geval dat denk ik altijd, een beetje onzeker zijn of niet tevreden over hun leven, die gaan dan andermans leven maar afkraken. Zonder er ook maar een beetje bij na te denken over wat voor een impact dat op hen heeft. En dat is aan de ene kant ook eigenlijk best wel zielig, dat ze daar hun plezier uit moeten halen. Maar ja, het is toch ook niet echt leuk. En het ergste vind ik vaak is dat als ik dan kijk op Instagram, wat voor mensen die reacties plaatsen, dat het soms echt meisjes van 12 zijn of zo. Weet je, toen ik 12 was, toen speelde ik elke dag buiten. Toen ging ik chillen met vriendinnen en dan gingen we naar het schoolplein. Ik ging niet op die geval, ik had toen überhaupt nog geen social media of zo. Maar doordat zoveel jonge mensen nu al zo vroeg social media hebben, heb ik het gevoel dat dingen echt uit de hand aan het lopen zijn. Ik was ook een beetje aan het onderzoeken, dus op zoek naar cijfers. En toen zag ik echt dat ook best wel veel procent van de mensen te maken krijgen met internetpesten. En ik heb zelf, ben ik eigenlijk nooit echt gepest, bijvoorbeeld door mensen die ik kende. Maar dat ik wel merk dat nu mensen op internet gewoon, nou ja, niet bang zijn om hun mening te delen. Dat ik het zo zeg. Maar ook opmerkingen waar ik zo weinig mee kan, weet je. Ik vind het echt fijn namelijk om kritiek te krijgen waar ik iets mee kan.
zodat ik mezelf kan verbeteren. Want ik ben natuurlijk nog helemaal geen grote YouTuber. En dat zou ik wel graag willen worden. Maar daarvoor moet je jezelf kunnen verbeteren. En om jezelf te verbeteren moet je weten wat er een beetje fout doet. Dus als iemand een tip voor me heeft, ben ik altijd zo blij om dat te horen. Maar de manier hoe mensen dat formuleren, dat is echt het verschil tussen een haatcomment en een positieve opbouwende kritiek. Ik ga nu mijn eyeliner opbrengen. Dit is mijn liquid ink eyeliner van Essence. En ik denk niet dat ik tijdens dit kan praten. Wacht even. Trouwens, laatst ook wel grappig, want een kijker vroeg me hoe lang ik zelf met make-up bezig was. En eigenlijk is het nog helemaal niet zo lang. Ik vond make-up altijd wel grappig, maar op de basisschool kocht ik hier en daar wat dingetjes. Vaak best wel slechte kwaliteit. En dat droeg ik eigenlijk ook nooit of alleen maar voor de grap. Ik heb geknoeid. Maar toen op de middelbare school droeg ik echt een klein beetje mascara en ook niet elke dag. En na een tijdje begon ik eyeliner te dragen en toen droeg ik elke dag mijn standaard zwarte lijntje. Dat was ook het moment dat ik mijn liquid ink eyeliner van Essence ontdekte, laat maar zeggen. En ja, dat was echt mijn stapel gewoon. Dat was alles wat ik droeg. Maar het ging na een tijdje naar New York met mijn ouders. En daar was make-up echt super goedkoop. En toen dacht ik, nou, ik wil gewoon wel eens wat meer proberen. Ik ga eens wat dingen kopen. Toen na een tijdje, toen droeg ik het steeds meer. Ging ik steeds meer kopen. En pas toen in de zomervakantie ging ik naar Londen. Toen heb ik ook heel veel make-up gekocht. En eigenlijk toen begin vijfde begon ik echt elke dag full face of make-up te dragen. En het is nu halverwege de zesde. Dus eigenlijk doe ik dit pas anderhalf jaar. En ik heb dit kanaal ook meer dan een jaar. Dus eigenlijk ben ik pas best wel kort bezig met make-up. Ik koos deze hele felle rood van Marc Jacobs voor mijn lip, omdat het effect dan wat heftiger wordt. Dit is dan eigenlijk mijn full face, mijn half face of make-up. Dit is de kant met make-up, dit is duidelijk de kant zonder make-up. Ik zal even mijn haarbandje uitdoen. Het is een wereld van verschil en ik vind het ook heel erg leuk dat je jezelf met make-up zo kan omtoveren. Dat heb ik dus ook vooral met make-up. Ik vind echt dat je niets aan moet trekken van wat andere mensen van je zeggen. Als jij het leuk vindt om te doen, als jij je geld eruit wil geven, als jij tijd eraan wil besteden, doe dat lekker omdat jij dat leuk vindt. Weet je, andere mensen zitten op hockey, tennis, voetbal. Misschien jij ook wel. Misschien vind je het allebei heel leuk, weet je. Laat iedereen gewoon lekker in zijn waarde en laat iedereen doen wat hij wil. Nou, ik ga dan nu maar even mijn make-up eraf halen, want dit wordt natuurlijk nooit meer een mooie look. Ik wil jullie wel heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden en tot de volgende keer. Doeg!